We zijn ingenomen met de samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Nieuwmond Suriname en Crown Agents. Dit zei directeur Rakesh Gajadarshuku van het ministerie van Volksgezondheid vandaag tijdens de lancering van het programma Veerkracht en Herstel, versterking van de integratie van COVID-19 en niet overdraagbare ziekten in Suriname. Het ministerie heeft volgens Gajadarshuku te kampen met diverse uitdagingen en ondersteuning vanuit de private sector is daarom van eminent belang. En as Dr. Sprenger said, there are a lot of indicators now in Suriname which need improvement. We are performing bad on a lot of indicators, for example the maternal mortality rate, and we can improve that, but indeed we need a broader approach. A broader approach and an integrated approach. Not an approach where everyone is working in islands, we can say, and maybe you won't achieve a high impact. And if you sort everything in a well way and you try to work synergistically, then you will achieve higher impacts on the healthcare and also on the indicators for sure. Diverse sprekers hebben bij deze gelegenheid het woord gevoerd. Onder hen bevond zich Dr. Mark Sprenger, directeur gezondheidshervormingen bij het ministerie van Volksgezondheid, directeur externe relaties bij Nieuwmond Suriname, Shirley Soma Sumter, als ook vertegenwoordigers van Crown Agents. Directeur Soma gaf aan dat er een prijskaart van ruim $1 miljoen hangt aan het programma, ter versterking van de weerbaarheid binnen de totale gezondheidszorg. Ze is tijdens een vraaggesprek met de STVS nieuwsredactie eveneens ingegaan op de praktische werking van het programma. Zoals is aangegeven bestaat het uit 4 onderdelen. We gaan werken aan de infrastructuur, zowel fysiek als wat de human resources betreft. We willen natuurlijk ervoor zorgen dat zoveel als mogelijk communities worden meegenomen, dus een zo breed mogelijk gedragen populatie, doelgroep. En daarnaast is het zo dat we gaan werken aan de capaciteitsversterking van personen die in de sector werken, in de medische sector werken. En we willen natuurlijk ook op regionaal niveau ervoor zorgen dat er equipment is, dus een investering in hardware, vooral equipment, klinieken versterken. Dus het is een programma van 8 maanden, 9 maanden. Waarin de focus vooral is op versterking van de weerbaarheid van de Surinaamse bevolking. Voor wat betreft NCD's, maar ook voor het geval er toch weer een pandemie komt. En dat is natuurlijk nooit uitgesloten. Volksgezondheidsminister Amar Ramadine is evenals directeur Gajadarshuku dankbaar voor de wijze waarop Nieuwmond Suriname in samenwerking met Crown Agents een bijdrage levert aan de institutionele versterking van de lokale gezondheidszorg. De bewindsman geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid niet stil blijft en dat het van belang is de samenleving, met name gezondheidswerkers, bewust te maken van een gezonde levensstijl. Maar ook aan trainersprogramma's. Aan healthworkers, programma's om mensen ook te overtuigen, de samenleving in risicocommunicatie, hoe belangrijk het is om vaccins te accepteren, vaccins te zien als een preventieve zaak om erger te voorkomen. En daar zijn we dus erg blij mee dat we vandaag de officiële launch hebben gehad van, u ziet dat de naam is Resilience and Recovery, strengthening COVID-19 en NCD. NCD zijn de non-communicable diseases, u weet dat doodsoorzaak nummer 1 is, hart- en vaatziekten. En dat door COVID-19 ook deze ziekten zijn gaan verwaarlozen. Niet alleen vanuit het stelsel, dus het ziekenstelsel, het zorgstelsel, maar ook vanuit de persoon zelf. Die vanwege angst of vanwege COVID zelfs niet in staat was om controle van deze ziekten te gaan doen. En ook die preventie door lockdowns, minder beweging. Mensen gaan meer balen, mensen vertonen dus een ongezonde leefstijl. Men gaat roken, drinken en alles noem maar wat. Feesten op zichzelf en daardoor krijg je ook nog dat andere ziekten daar om de hoek komen kijken. En dat moeten wij met z'n allen gaan begrijpen dat COVID-19 een behoorlijke disruptie, dan wel onderbreking in ons leven heeft gehad de afgelopen 2 jaar. Het is nog niet weg, want u ziet de berichten vandaag weer.
dat er subvarianten zijn die ook mogelijke dodelijke effecten kunnen hebben op mensen. En het is belangrijk dat de geneeskundige wereld, de medische wereld hierop reageert door adequaat medicatie, dan wel preventiemechanismen in place te hebben. En daar zijn we als samenleving ook, moeten we ook op voorbereid zijn.